Een bijzonder moment op de alpakkenhouderij in Almkerk. Ja, dat is een mooie kria geboren. Een kleine babyalpakka. Is op maandag geboren na een drag van 372 dagen. Dat is ongeveer 3 weken later dan dat ze normaal geboren worden. Dus wij zijn heel blij dat het heel gezond is en dat het helemaal goed gaat. Ja, ja, lopen hier behoorlijk wat alpakka's. Een iets wat uit de hand gelopen hobby? Ja, zoiets. Ja, we hebben het wel heel grondig voorbereid. We zijn in 2009 naar Peru geweest. En daar hebben we eigenlijk kennis gemaakt met alpakka. En toen zijn we op zoek gegaan naar een woning waar we alpakka's konden houden. Nou, dat is hier geworden in Almkerk. En gestart met een kudde van 5 alpakka's. Toen zijn we nog in Engeland geweest. En daar hebben we nog weer 2 hele mooie alpakka's gevonden. Dus toen hadden we er al 7. En ieder jaar komen er wat kleintjes bij. Maar er gaan er ook wel weer wat af, want we verkopen er ook wel weer een aantal. Dus zo gaat het een beetje heen en weer. Nu zitten we rond de 13, zitten we op 13 alpakka's. We hebben hier de kudde met dames. Dit zijn merries op deze jongen na. Dat is een ruin. Een ruin is een gecastreerde hengst. En hij is eigenlijk de baas van deze groep. Hij beschermt deze groep. En de rest zijn allemaal vrouwtjes met ons kleintje daar dan bij. En in de andere groep staan 3 echte hengsten en ook nog 1 ruin. Als ik mijn volle hengsten bij de merries zet, dan lopen ze elke dag eigenlijk een beetje te treiteren. Volle hengsten mogen niet bij merries lopen. Ja, behalve als we willen dat ze gedekt worden. En hoe bijzonder is de geboorte van zo'n kleine alpaca? Ja, dat is een moment waar wij een jaar op wachten. Dus dat is voor ons wel heel bijzonder. Het is altijd toch wel weer een klein beetje spannend. Zeker bij deze ook, want die wilde niet op adem komen. Dus de dierenarts moest er toch nog even aan te pas komen om wat vruchtwater wat in de longen gekomen was. Dat we daar een antibioticum voor moesten krijgen. Maar nu doet ze het heel goed. Dus met goede zorgen gaat het helemaal goed. Alpakka's hadden het warm. Wij sproeien de alpakka's nat vandaag, omdat het rond 25 graden is. Alpakka's leven normaal in het Andesgebergte tussen de min 18 en de 18 graden op één dag. Dus zodra het hier boven de 20 graden wordt, dan vinden de alpakka's het wel behoorlijk warm. Ze zijn ook nog niet geschoren. Ze worden volgende week geschoren. En ze hebben dus nog een dik vachtje. En dan met zo'n warme dag dan sproeien we even de onderkanten nat. Want als we het bovenop doen, dan loopt het eigenlijk er gewoon weer af. En aan de onderkanten dan komt het mooi bij de poten en de buik. En dan... Dat verkoelt ze. Dat vinden ze altijd heel erg lekker.